Dit is het weerbericht van Weerplaza. Kijken we naar de satellietfoto van 4 uur vanochtend, dan zien we dat in onze wijde omgeving geen wolkje te zien is. Vannacht was het dan ook kraakhelder en het heeft licht gevroren. Vanochtend beginnen we dus met een koude stad, maar de zon schijnt al flink en daardoor loopt de temperatuur behoorlijk weer op. Vanmiddag wordt het zo'n 7 graden in het noorden en 10 of 11 graden in het zuiden van het land. Verder, dus veel zonneschijn, blijft overal droog en er staat een matige wind uit zuidelijke richting. Ook vanavond komen er nog brede opklaringen voor. Verder zou er in het zuiden wat nevel of een enkele mistbank kunnen ontstaan. De wind die begint al wel toe te nemen. En morgen staat er dan ook een vrij stevige zuidwestelijke tot westelijke wind. Een zeekrachtig windkracht 6. Verder beginnen we met veel bewolking en af en toe wat regen. Later op de middag wordt het gelijk droger en misschien dat in het noorden en westen nog even de zon doorbreekt. Donderdag wordt een bewolkte en regenachtige dag met ook een stevige wind, nog steeds uit westelijke richtingen. En zee misschien zelfs stormachtig, windkracht 8. De dagen daarna wisselen wolken en een beetje zon elkaar af, en verder is het een graad of 9. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.